Ik dacht, nou goed, ik kan het proberen. Dus ik heb een brief gestuurd naar de AIVD, mag ik mijn DVD-papieren? En ik was het alweer vergeten toen 3 maanden later er een bode voor de deur stond. Met een grote doos. Ik dacht eerst, nou dat is waarschijnlijk voor de buren, want die bestellen wel eens wat. En dan zijn ze niet thuis, dan wordt het bij mij afgeleverd. Maar ik maakte het open en ja, eigenlijk zat er een bom in. Het zat chockvol met papieren over mijn eigen leven, geschreven door mensen die niet de bedoeling hadden gehad dat het ooit onder mijn ogen zou komen. Maar nu had ik het. En ik ging uitvlooien wat er allemaal in stond. En mijn ogen rolden eigenlijk uit mijn hoofd. Maar ik zag ook dat zij er vaak verwezen in die rapporten en verslagen en notities naar andere rapporten en brieven die er niet in zaten. Dus ik stuur weer een brief naar de AIVD, want geef mij al die dingen die er schijnen te bestaan over mij, maar die er nog niet bij zaten in die doos. Nou ja, goed, ik kreeg een brief waarin zij zeiden van, ja, maar meneer, wij hebben nu een grondig onderzoek gedaan, dus het is, ik krijg niks meer, want er zijn geen nadere gegevens over u aangetroffen in ons archief. Nou goed, zo is dat begonnen. Ik heb Roger Vleugels opgebeld, die hier ook is, die alles weet van geheime diensten. En ik heb hem gevraagd, hoe pakken we dit aan om meer uit dat archief te krijgen? Hij zei, ja goed, dan moet je in bezwaar gaan. En inderdaad, wij zijn samen naar een bezwaarcommissie van de AIVD gegaan. Daar, dat is in Den Haag, natuurlijk niet op het AIVD-bureau zelf, want het is een beschermde zone, daar mag niemand komen. Maar we zaten voor een commissie en ik vroeg, ja, u heeft mij nu 30 jaar gevolgd, maak ik uit die inhoud van die doos op. Maar hoe zit dat nou? Hebben jullie nou ook een conclusie getrokken uit al dat werk? Ben u nu inderdaad staatsgevaarlijk of potentiële terrorist? Wat is nou jullie conclusie? Hoe goed is dat werk geweest? Wat hebben jullie eraan gehad? Ja, zei een mevrouw die ook in het boek voorkomt en die ik Mona Lisa ben gaan noemen vanwege haar schone raadselachtigheid. Ze zei, ja kijk, als we daaraan zouden beginnen, dan zouden we nog 10 man extra personeel moeten aannemen. Nou, dat heb ik in mijn oren geknoopt. Dus inderdaad heb ik het gevoel gekregen dat zij ontzettend veel werk zouden hebben als zij al die honderden rapporten zouden gaan evalueren die zij gemaakt hebben. Nou, goed. Ik ben verder op speurtocht gegaan. Want ik wou ook wel eens weten wie nu al die rapporten geschreven hadden. Ja, dat zijn tientallen mensen geweest die wel veel lol in hun werk hebben gehad, neem ik aan. Tenminste, één ervan is hier aanwezig vandaag. Als er nog meer aanwezig zijn, wil ik dat heel graag weten. Ja, dat zou geweldig zijn, want ik bewonder de ene spion die uit de kast is gekomen. En ik doe dus een dringende oproep aan andere spionnen om ook uit de kast te komen. Daar doen zij de geschiedenis erg veel plezier mee. Maar goed, een van de superspionnen, dat is geweest meneer Engelen, Dick Engelen, die ook historicus is van de BVD, althans, hij noemt zich zo. Deze man heeft vanaf de vroege jaren 60 de leiding gehad over het onderzoek naar, onder andere mijn persoon. Hij controleerde de binnenlandse vijand namelijk. Hij zat bij de afdeling BFA. Dat is Bureau Front en andere organisaties. En wij behoorden tot de andere organisatie. Front slaat op extreem rechts. Om een of andere zonderlinge reden waren wij daar samen ingedeeld. De enige gemeenschappelijke overeenkomst is dat gaat over niet-communisten. Nou goed, dus ik kwam bij die meneer Engelen en ik vroeg, ja meneer, ik vind het eigenlijk zo wonderlijk, want ik kan mij wel voorstellen dat jullie nou 2,
Nou, dat is nou eens 3 jaar lang je licht hebben opgestoken over wie wij waren. Bandenbommers en provo's. Want wij zeiden wel eens opstandige dingen. Ja, dat was het doel en het wezen van de provo-beweging. Dus oké, goed. Ik begrijp dat jullie dat wilden weten. Of wij misschien een geheime band hadden met Moskou of zo. Nou, hij zegt daar, kijk. Wij hadden wel heel veel over jullie langzamerhand. En ik zei, ja, maar waarom zijn jullie er dan zo lang mee doorgegaan? Want na een paar jaar hadden jullie toch wel kunnen concluderen dat wij geweldloze, democratische types waren. Ja, zegt hij, maar juist omdat wij al zoveel hadden over jullie, dachten wij, wij moeten dat karwei afmaken. Oh. Wij moeten het onderzoek compleet maken. Werkgelegenheid. Dus regelmatig hebben wij dus overwogen om te kappen, maar ja, het lukte niet. Want je kunt zo'n onderzoek wel starten, maar je kunt het niet meer stoppen. Nou, goed. Zo is dat dus gegaan. Maar... Het is niet de enige reden dat zij zo lang daarmee door zijn gegaan. Het is niet alleen maar de bureaucratie geweest. Het is ook, ja, omdat zij er toch duidelijk wel plezier in hebben gekregen. Van verschillende zijden heb ik van ex-pionnen gehoord dat wij eigenlijk wel een amusant en gezellig volkje waren. Ongevaarlijk ook. Dus ja, dat was prettig werk. Daar komt bij, dat is eigenlijk de akeligste motivatie, dat zij ook echt vijandig stonden tegenover de vernieuwende motieven van provo, van kabouters. Want ja, verruiming van de democratie, meer openheid, minder autoritair gezag, dat was niet de troefkaart van de BVD, die harde van een beetje geheimzinnige maatschappij. Met autoriteiten die het voor het zeggen hebben en niet te veel vragen stellen, niet te veel democratie. Het moet allemaal netjes gebeuren. Maar dus zij vonden het oprecht gevaarlijk. Nou, goed. Ik heb er dus wel, ik mag wel zeggen ook plezier in gehad om een soort contra-spionage te bedrijven. En al die berichten te ontrafelen, te zien wat erin stond en het leven te reconstrueren over van alles dat wat wij niet hadden geweten. En nu het leven op te schrijven, dat heb ik gedaan in dit boek, met de invloed van de spionnen en al. Want raadselachtige gebeurtenissen in bijvoorbeeld in de tijd van provo en kabouters, die zijn voor een deel dus wel degelijk toe te schrijven aan invloed van geheime agenten en BVD'ers. Het was niet alleen de BVD die geïnteresseerd was in ons. Er was bijvoorbeeld ook de militaire inlichtingendienst, ook een geheime organisatie. Er was de veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis. In mijn geval was er ook de Joegoslavische geheime dienst. 5 of 6 verschillende geheime diensten zwermden om ons heen, echt letterlijk. En ik heb ook berichten opgedoken waarin de ene spion vraagt van, ja, wie is toch die man die daar alsmaar aan het filmen is? En zij doen ook steeds wat hij vraagt en zo. Wie is deze geheimzinnige kabouter? Nou, ik heb die tijd meegemaakt, evenals anderen die hier gelukkig aanwezig zijn. En ik weet, het is geweest Dolf Wieting, een man die zich uitgaf als reporter voor de VPRO. Die steeds met geluidsapparatuur liep. Hij zei voor de VPRO, maar in werkelijkheid dus voor de geheime dienst. En... de ene geheime dienst wist dus niet van de andere geheime dienst dat die ook actief waren in dezelfde branche. En zo struikelden dus die mensen over elkaar heen. Ik heb ook gehoord van een van de spionnen die hier aanwezig is, dat ze bij fractievergaderingen
met meerdere geheime spionnen aanwezig waren. En dat ze elkaar vette knipogen gaven. om elkaar te laten weten dat ze allemaal van de partij waren. Ja, het is dus aan de ene kant lachwekkend, aan de andere kant is het ook wel echt ernstig geweest. Want het is niet alleen zo dat zij spioneerden, zij hadden ook politiek van verstorende activiteiten. Ruzies uitlokken, aandringen op steeds hardere actie. Een van de spionnen heeft bijvoorbeeld gezegd: kom op jongens, we gaan met z'n allen naakt de Bijenkorf in en daar stelen wij kleren en dan komen we er gekleed weer uit. Protest tegen de koopavond. Nou, ja, wij vonden dat niet zo geweldig idee. Ja, we maken ons belachelijk en stemt niemand meer op ons en zo. Dat was natuurlijk provocatie. Precies, ja, dat was provocatie natuurlijk. Andere keer waren er geheime agenten die als kabouters vermomd waren of als provo's, die stenen naar het Amerikaans consulaat gooiden op het museumplein. Ja, duidelijk toch ook met dit idee van op deze manier bevorderen wij een negatieve beeldvorming van de provo's en van de kabouters. Dat was dus de strategie. Zij noemde dat heel gewichtig false flag operations, oftewel active measures. Ja, zo is dat in het jargon. Nou goed, daar hebben wij dus last van gehad. Ik heb een klacht ingediend onlangs bij de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Want ik vind het ongelooflijk, ik vind het geen manier van doen. Het is aantasting van, haast van je leven, zou ik zeggen. Want een vreemde macht die rijdt systematisch je leven open. Dus privacybreuk, systematische privacybreuk en ook reputatieschade. Dus ik heb daar een klacht over ingediend. Minister Donner heeft gezegd, nee, daar kunnen we echt niet aan beginnen om dat soort dingen te gaan behandelen. Dus hij verdween weer. Kwam een andere minister en zei, mijn voorganger heeft gezegd dat dat niet kan, dus ik zeg dat ook maar. Ja, goed, de oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben zich daartegen verweerd, maar het liep dood op een meerderheid. De PVV die zag het natuurlijk ook helemaal niet zitten om tegen de AIVD ten strijde te trekken met Roel van Duin samen. Dus toen heb ik mij gewend tot de nationale ombudsman. En dat heeft wel een nieuwe opening gegeven. Want deze man heeft mij gezegd, dit kan inderdaad zo niet, we moeten daar iets aan doen. En nu is er een bijeenkomst geweest van de directeur van de AIVD en de ombudsman en mij. En er is afgesproken dat er een schriftelijke consultatieronde gaat beginnen om te evalueren wat er gebeurd is. Nou, er moet geëvalueerd worden, want dit mag nooit meer gebeuren, vind ik. Er moet rekenschap worden over afgelegd, want deze zaak is natuurlijk een van de vele. Ja, ik heb dat nu helemaal uitgediept en hardnekkig bij de rechter ben ik verschenen om die papieren op te vragen. Maar heel veel mensen die doen dat niet, maar hebben wel ondertussen ook dossiers bij de geheime dienst. En op een of andere manier speelt het een rol in hun leven, bijvoorbeeld bij sollicitaties. Dus ik vind het van belang om hier achterheen te gaan. En ook toe bijdragen dat dit soort dingen nooit meer gebeuren. Nou goed, ik heb op verzoek van de ombudsman ook opgeschreven wat mijn pijnpunten zijn, want daar is hij geïnteresseerd. En inderdaad, ik kan niet ontkennen dat ik er ook pijn van heb. En die pijn berust dus op die systematische privacy schending, op de reputatieschade. Want het is ook zo dus dat die geheime documenten, waarin bijvoorbeeld stond, Roel van Duin, dat is een man die geweld niet schuwt. Het is het brein van een geweldscultuur. Ja, echt volslagen waanzin, want ik ben altijd geweldloos geweest. Ik ben altijd voor meer democratie geweest in plaats van minder. Dus ja, het zijn echt lastelijke brieven geweest af en toe. En die kwamen dan in handen dus van commissarissen van de koningin, burgemeesters, bijvoorbeeld Van Hal en Sam Kalde kregen dergelijke brieven in handen.
Sam Kalbi die kreeg die brieven van de BVD ook al in handen toen hij minister van Justitie was geweest. Want hij is dat twee keer geweest voordat hij burgemeester werd van Amsterdam. Ik heb een hele lijst gemaakt van documenten van de BVD met dergelijke aantijgingen over mijn persoon. Die Sam Kalbi in handen heeft gehad voordat de gemeenteraad mij koos als wethouder. En hij... Ik dacht van, ja jezus, met een halve crimineel moet ik je in de stad gaan sturen. Want ja, het is niet mals dat de BVD over hem te melden heeft. Dus ook die scherpe controverse die ik toen heb gehad met de burgemeester en andere wethouders, die komt toch in een iets ander licht te staan, nu ik weet wat er allemaal over mij gepubliceerd is. En al die geheime rapporten... Tenminste, de ergste ervan staan in het boek afgedrukt. Ook bijvoorbeeld een brief van de directeur van de BVD, 1966, 67, meneer Sinnige Damsteer, de opvolger van de beroemde Louis Eindhoven, stichter van de BVD. Die schrijft een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken dat... hij iemand kent die bijzonder geschikt is om op de interneringslijst te komen. De interneringslijst, dat was een lijst van mensen die uitverkoren waren om onmiddellijk gearresteerd te worden en afgevoerd te worden naar kampen of een gevangenis op het moment dat er oorlog zou uitbreken. Of op het moment dat er ernstige binnenlandse onlusten zouden zijn. Ik vond ervan te kijken, maar ook zulke soort brieven ook, en ook het feit dat je dan op zo'n lijst stond, het was in het kader van de operatie Diepvries. Het ging erom dus dat die mensen die op die lijst stonden, dat die zouden moeten worden ingevroren. Daar werd het boek dus ook Diepvriesfiguur, want ik ben er dus in geslaagd om die documenten los te krijgen. En via de rechter, want de AIVD wou dat natuurlijk niet geven, maar... Godzijdank hebben wij hier in Nederland onafhankelijke rechters, dat is een zegen. En die hebben even gezegd, ja, geef dat nu maar eens prijs. Ik ben de eerste van al die mensen die op die interneringslijst hebben gestaan, die erin geslaagd is om dat in handen te krijgen. Dus ja, het is een lijst, dat staat boven, gewoon met de hand geschreven, diepvriesfiguren. Dan zie je een tijdje wit, en dat zijn wit is, betekent personen die... waarvan anderen niet mogen weten dat ze erop stonden. Nou goed, maar dan bij mij een persoon komt, ja, deze man die is het brein van een geweldscultuur, die heeft opruiende tijdschriften zijn uitgegeven. Hij is een harde, want hij is heel sterk gemotiveerd, gaat alles maar door. Ja, het laatste komt in deze. Maar het eerste dus absoluut niet. En er is ook nog iets anders gebeurd waarvan ik de waarheid wilde weten. In 1970 ben ik ontvoerd geworden door een extreemrechtse bende. Die eiste dat ik mijn politieke werk opgaf en als ik dat niet zou doen, dan zou ik gedood worden. We hebben pamfletten verspreid in de stad waarop stond 10.000 gulden beloning voor het lijk van Roel van Duin. Nou, je denkt misschien 10.000 gulden is niet zoveel. Maar in die tijd was het een hoge som. Nou, goed. Ontvoeringen zijn op zichzelf ernstig. Vorige week nog heeft de Tweede Kamer besloten dat ontvoeringen niet meer mogen verjaren. Maar toch, zulke soort gebeurtenissen van 40 jaar geleden, daar ben je geneigd van om te denken van, de dag laat ik dat zitten, want de daders zijn nooit gepakt namelijk. En dat is wat wij dus ook gingen integreren. Waarom zijn die daders niet gepakt? Want vanaf de beste dag na mijn vrijlating heb ik de dader juist helemaal correct aangewezen. En ik heb aan de politie verteld, die meneer is het. Het is een man van een schietclub, het is heel gevaarlijk, het is extreem rechts. En de figuren om hem heen ook. Ja, zei de politie, nou, we zullen het een beetje uitzoeken. Nou, inderdaad, met mij gepraat. En ja, nou goed, er zijn wat aantekeningen gemaakt. Maar niets, er gebeurde niets. Je werd niet ter verantwoording geroepen, voor de rechter niet.
Zij hebben later tegen diezelfde club een bomaanslag op de metro in de Bijlmer. Een bomaanslag die mislukt is, maar goed. Toen heb ik opnieuw aangifte gedaan. De aangifte heb ik laatst teruggevonden, die staat ook afgedrukt in het boek. Dus ik heb alles gedaan wat een mens kan doen om de politie kenbaar te maken dat er iets ernstigs gebeurd is. Maar niets gebeurd. En een paar jaar geleden komt die man in het programma Andere Tijden op de televisie en zegt, ja inderdaad, in 1970 heb ik Roel van Duin ontmoet. Ontvoerd. Het was leuk. Het was een prachtstunt. Ik zou het zo weer doen. En het allerleukste is dat het nu verjaard is. Dus hij kan er ook niks mee maken. Nou. Toen ben ik dus gaan graven. En ik heb ook aan de AIVD gezegd, stuur mij alles over wat met die ontvoering te maken kan hebben gehad. Ja, zegt de AIVD, daar hebben we helaas niets over. maar goed, ik naar de rechter. En ik zei, ja, jullie moeten er iets over hebben. Want ik heb met de politie toen ook contact hebben gehad. En de politie moest in die tijd ook doorsturen naar de AIVD. Dus jullie hebben dat geheid. Kijk maar eens goed. En inderdaad, de rechter zegt, ja, geef dat prijs. En nu heb ik die documenten gelezen. En wat blijkt, de DVD heeft destijds zowel onze organisatie, dus tot en met geïnfiltreerd, maar ook deze extreemrechtse organisatie, van die heette toen groep 7, de partij Nieuw Rechts. En ik ben toen doorgaan denken, maar ja, blijkbaar was dus de geheime dienst uitstekend op de hoogte van alles wat er gebeurde en zal ongetwijfeld ook geweten hebben van de ontvoering. Ik ben toen gaan doorgraven in alle archieven, alle andere archieven, want ik ben echt de archievenvreter geworden. En ik ben het archief van het Montessori Lyceum in Den Haag gaan uitpluizen van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En ook van het justitiële archief in Haarlem. Daar liggen allerlei oude verhoren en vonnissen van rechters. En daar heb ik ook gevonden dat een van de mensen van die groep, dat was meneer Max Lewin, die heeft al in het begin van de jaren 70 aan de politie bekend wie de daders van de ontvoering van Roel van Duin waren. Dus de politie was van alle kanten helemaal precies geïnformeerd en op de hoogte. Maar toch is er niets gebeurd. En mijn conclusie is dat dus hoogstwaarschijnlijk de BVD zelf en of politiemensen uit die tijd de hand in hebben gehad in die ontvoering. En dat maakt mij echt hels. Dat is niet zomaar een beetje pijn. Dat maakt mij echt vreselijk kwaad. En dat is ook waarom ik hiermee doorga. En ik wil het ook helemaal uitgeplozen hebben. En ik heb ook bij het Amsterdamse Rechtshof een artikel 12 procedure aanhangig gemaakt. Omdat ik van mening ben dat die zaak niet verjaard is. Want als je dus volgens alle regels om de kunst aangifte doet, zoals ik, en uit allerlei stukken kan bewijzen wat er in werkelijkheid aan de hand is geweest, ja, dan moet toch op zijn minst een rechterlijke beoordeling volgen. Bijvoorbeeld aangaande verzuim van opsporing of deelname van overheidsorganisaties aan de ontvoering van een volksvertegenwoordiger. Want toevallig was ik dat in de tijd. Nou ja, toevallig, ik ben het bijna 40 jaar geleden. dit is dus ook heel vreemd. In het begin van deze eeuw heb ik ook van de koningin een onderscheiding gekregen, weer een strenge inzet voor de democratie. Is het een tikje bevreemdend dat je dan toch steeds door een organisatie gevolgd wordt die ervan verdenkt dat je een aanslag op de democratie van plan bent. Nou, dus zodoende heb ik dus met heel erg veel plezier en inzet en ook denkrimpels aan dit boek gewerkt. En ik ben heel erg blij dat jullie hier zijn, want jullie vertegenwoordigen ook allemaal een deel van deze geschiedenis. Er zijn mensen van het Montessori Lyceum hier aanwezig. Dus vanuit mijn
prille jeugd, mag ik wel zeggen. Bijvoorbeeld Peter Schreuder is aanwezig met wie ik op de kleuterschool heb gezeten. Hij heeft het manifest van de bandenbombeweging nog geschreven in 1961. Hij zal straks ook wat zeggen. Hans Korteweg is hier aanwezig, die ik nu even niet zie, maar met hem samen ben ik dus op de poeg naar Amsterdam getrokken in 1961, in datzelfde jaar, om hier demonstraties tegen de atoombom te organiseren. En mensen van Provo zijn aanwezig, van de kabouterbeweging, van de PPR. Erik Jurgens zie ik hier, allerlei andere mensen met wie ik veel te maken heb gehad, zijn er. Dus die hele stroom, die stroomt nog steeds. En niet te vergeten natuurlijk alle groene bewegingen die daarop gevolgd zijn. Want kabouterbeweging was eigenlijk een soort van ecologisch-democratische voorloper in Nederland van allerlei bewegingen die daarop zijn gevolgd. Want ja, het eigenaardige is dat wij in zekere zin wel gewonnen hebben. Nederland is inderdaad democratischer geworden en minder spookachtig dan het in de jaren 60 was. Nederland is opener geworden en tegenwoordig is het ook niet meer gek om na te denken over biologische landbouw of bijvoorbeeld zonne- en windenergie, wat in het begin van de jaren 70 nog als matteklap werd beschouwd. Nou, ik heb het boek opgedragen aan dus mijn oude vrienden Peter Schreuder en Hans Korteweg. Ook aan aan onze oude geschiedenis Wilma Nessen, die nu 88 jaar is en die niet meer in de conditie was om hier naartoe te komen. Maar die naast het Montessori Lyceum in Den Haag woont en daar achter de computer ook bezig is om het leven van toen te reconstrueren. En ik heb het ook opgedragen aan mijn vrouw Marina, die hier wel degelijk aanwezig is. Ook op een beetje onzichtbare plek, maar is er echt wel. Ik zie daar weer. En omdat ik namelijk aan haar graag wil uitleggen wat voor leven haar man heeft gehad voor het moment dat wij elkaar door een glazen wand bij een vliegveld in Moskou voor het eerst in het oog kregen. Dan is nu het moment gekomen dat ik het boek ga aanbieden aan een bijzonder persoon, namelijk aan Wim de Weert. Wim, waar ben jij? Wil jij even hier komen? Wim de Weert, ik moet zeggen, ik sta niet onbevangen tegenover jou, want jij bent dus een van, als ik het mag uitspraken noemen. Wim is een van de eerste spionnen geweest. Hij heeft een rol gespeeld dus in mijn leven waarvan ik niet denk van ja, dit is prachtig geweest. ik was wel, moet ik zeggen, geschokt toen ik het ontdekte. Want ik beschouwde jou vroeger toch als een vriend. Ik kwam ook bij mij thuis enzovoort. Maar gaandeweg ben ik gaan denken, ja god, Wim, je bent een soort gespleten ziel geweest eigenlijk. Want ik merkte wel dat je ook echt sympathie begon te krijgen voor de kabouters. Je hebt me van de week zelfs verteld dat je in je hart op de